Hallo serpentjes, ik ben Riks op Gameplay en welkom bij de finale van Crash Bandicoot Tag Team Racing. We gaan op jacht naar de laatste krachtkristallen om Ebenezer von Klutsch van zijn inkomende dood te redden. Vandaag gaan we het hebben over wat voor gekke dingen er aan de hand zijn in India, praten we over halfnaakte kinderen en misschien nog wat andere leuke onderwerpen. Nou, zullen we beginnen met wat er in India aan de hand is, of eigenlijk wat er aan de hand was. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het concept van weduwenverbranding. Het is geen leuk onderwerp en daarom gaan we het erover hebben. Hey, jij daar, koop mijn krachtkristal. Koop het, engbek. Je hebt geen keus. Geef me het geld dat ik wil. Koop het. Dat is een agressieve marketingtechniek. Oké, koop het. Goed gedaan. Oké, dan. Alsjeblieft, mooie engbek. Pak je kristal en ga. Ga zoals alle anderen. En laat me maar alleen. En mijn gedichten en mijn gevulde koekenverzameling. Wat? Mijn gevulde koekenverzameling? Dat is oprecht best wel cool. Dat zijn van die dingen dat ik in een stad ben en ik zie, er is een gevulde koekenmuseum. Dat ik denk, ja, ik wil hier gewoon heen gaan, maar dan vooral als ik dat kan zeggen tegen iedereen. Jongens, weet je waar ik net was? Nee, Rick. Nou, ik was bij het gevulde koekenmuseum. Gegroet, Crash Bandicoot. U zoekt dus een verandering van uiterlijk om uw persoonstatus te verleden onder... Zeer zeker. Heb ik het juist? Ik denk dus dat deze hiphop-achtige outfit hier aan uitstekend voldoet. Overhandig het juiste bedrag aan Woepa-munten en die wordt te lauw. Maar dat is logisch. Te lauw. Oké, we hebben 3500 munten voor het Crash Bandicoot outfit. Is goed. Gefeliciteerd. Naar dit moment hebt u dus uitgekeken. U bent aan het moonwalken en doet de robot voordat u het weet. Oké, dat is. Dus wat vroeger echt niet heel erg extreem een ding was, maar het was een ding in India, was dus weduweverbranding. En het komt er eigenlijk op neer wat ze dus deden als een vrouw haar man doodging en ze is dus weduwe. Dan gingen ze er eigenlijk vanuit van ja, je vindt het eigenlijk zo erg dat je man dood is en je kan niet zonder hem leven. Dus wat we doen is we verbranden je. We gooien je op een brandstapel, ik denk dan vaak met het lichaam van je man en we zetten je in brand. Toen op een gegeven moment zeiden ze toch van ja, dat is eigenlijk niet zo aardig om te doen. En heel veel van die vrouwen ja, willen het niet echt, maar er is toch een hele grote sociale druk. Iedereen, jee, je wordt in brand gestoken, heb je er zin in? Nee, ja, maar je man is dood, dus je moet ook dood. Oké, dan. Dat is een ding, maar er is vandaag de dag wel daadwerkelijk nog steeds een raar ding gaande in India. Namelijk, sommige mensen worden wel eens gebeten door honden, niet heel fijn. En dan kan je dus heel soms hondsdolheid oplopen door een bepaald virus dat in het speeksel van de hond zit, krijg je hondsdolheid. Jullie zijn er vast wel bekend mee, je krijgt allemaal rare spiertrekkingen en zelfs je zenuwstelsel wordt aangetast. Nou, in India zijn er dus sommige mensen die geloven dat ze eigenlijk geen hondsdolheid hebben, maar zwanger zijn... van de hond. Wow, die gast viel van het level af. Ze denken dat ze zwanger zijn van de hond en dat hun puppy's in hun maag groeien. En dan gaan ze naar een bepaald soort tovermeester die zegt, nee, je moet geen medicijnen nemen tegen de hondsdolheid, die trouwens heel makkelijk te genezen is. Neem dit alternatieve nepmedicijn en dan plas je de hondenbaby's uit. Wat? Hé, hey, vriend, ik weet dat je krachtkristallen zoekt. Nou, ik heb een wildhoer en nog een goeie ook. Ruip naar kaneel en dan weet je, nou ja, dan is hij goed. Ik wil wel graag een krachtkristal dat ruikt naar kaneel. Oké, snel, neem hem mee voordat iemand me betrapt. Oh, we hebben trouwens het derde level compleet gemist. Het derde level zit daar echt heel goed verstopt. Hier is naast het derde level, heb je hierachter nog de... Oh, is nog een grappig trucje. Wat gaan we doen met deze gast? Oh, we steken die raket af in zijn gezicht. Dat lijkt me een matige manier om te sterven. Een soort van weduweverbranding, maar dan zonder weduwe. Hier kun je nog een outfitje scoren. Oké, blijf even staan, schatje. Je ziet eruit als een bandicoot die een extreme makeover nodig heeft. Oh yes. Dus behandeling voor het bandicootje, werkelijk. Vacht, wenkbrauwen, dacht het niet. Vandaag de dag zou je niet iets anders aandoen, zoals bijvoorbeeld dit. Voor de realistische Crash outfit. Oeh, wat zou dat realisme nou precies zijn? Fabuleus, meneer. Dit is precies. Dit is denk ik wel de beste Crash outfit van de hele game. Ik ben gewoon een skeletje nu. We hadden eigenlijk gewoon meteen, eerste level van de game, gewoon meteen naar deze wereld gaan. Kan niet. Deze outfit kopen en dan gaan de rest van de game met deze outfit spelen. Want kom op, het ziet er redelijk goed uit. Hier is het einde van de game, daar kunnen we al heen. We gaan eerst even gaan naar de stunt arena. Dit is de tweede stunt arena, ruimte stunts. Het is redelijk hetzelfde als de eerste stunt arena. Maar dan in space. Nice. Laten we spelen als Nina. Want, nee, laten we spelen als iemand anders dan Nina. Weet je wat? We spelen als Pasadena. Krijgt zij ook nog een keer wat liefde in deze serie? Helemaal prima. Oké, dus ja, geloof niet dat je bezwaar bent van een hond. Dat kan niet. Ik heb het geprobeerd. Niet mogelijk. Misschien omdat ik een man ben, maar toch. Je snapt mijn punt, denk ik.
Dan kunnen we het nu gaan hebben over het onderwerp wat toch al duizenden keren is aangevraagd op mijn YouTube-kanaal. De halfnaakte kinderen. Hoe zit het daar nou precies mee? Nou, ik las een post online en de vraag was eigenlijk, wat was 20 jaar geleden heel normaal, maar vandaag de dag niet meer zo geaccepteerd? En een van die dingen is dus blijkbaar halfnaakte kinderen. Ik moet misschien een beetje duidelijker uitleggen dat vroeger in heel veel modeblaadjes van de HEMA en dat soort dingen, had je heel vaak gewoon kinderen zonder shirt. En vandaag de dag hebben we toch zoiets van, ja, lichtelijk seksueel suggestief, voor sommige mensen in ieder geval, en vooral pedofielen doe je er heel erg een gunst mee. Dus weet je wat, laten we gewoon stoppen met naakte kinderen in onze bladen te stoppen. Wat in principe wel een geinig idee is, om daar gewoon even lekker mee te stoppen. Je moet trouwens gewoon 5 minuten lang rondrijden en stunten. Het is niet het meest interessant om te doen op YouTube, maar als je het goed doet, krijg je er een krachtjestal voor. De vraag is meer een beetje, gaan we het goed genoeg doen? Er is ook een turbo, maar ik weet even niet hoe je die moet... Ah, zo doe je dat. Woehoe! Je moet alleen wel goed landen. Als je niet goed landt, dan krijg je sowieso geen punten. Maar er is dus een geinig dingetje, dat er is een hele schaal en een bepaald breekpunt wanneer dingen seksueel suggestief worden. Wij zien bijvoorbeeld op de reclames wel nog heel vaak naakte babybillen. Wat wij ik zeggen, ja, naakte babybillen zijn niet iets seksueels. Je ziet altijd naakte babybillen. Als je nou ouder bent en je moet je baby verschonen, dan zie je naakte babybillen. Dus wat ze deden, ze gaan mensen steeds foto's laten zien van een beetje halfnaakte kinderen. En dan vragen ze telkens, wanneer wordt het seksueel suggestief? En het is eigenlijk, hoe zelfstandiger het kind wordt, hoe steeds meer mensen denken van ja, dit is wel een beetje raar om in een blaadje te plaatsen. Nou, weet je dat ook weer? Ik heb eigenlijk niet zo zin om dit hele ruimtestunts level af te maken. Het gaat veel te lang duren dit. Nou, ik denk ik knip er maar even in. Ik bespaar je de moeite. Ik heb ook echt alleen maar brons gehaald. Dat was echt verschrikkelijk. En jemig, wat heb ik een hekel aan Pasadena. De dingen die ze zegt slaan zo nergens op. Ze zei net letterlijk, terwijl ik aan het stunten was, 2 plus 2 is aardappelpuree. Ik deed nou, wat? Wat? Ik kwam ook echt niet zo lekker uit mijn woord. Dat hele verhaal van de kinderen, halfnaakte kinderen gebeuren. Toen ik het las, dacht ik echt, ja, dit is echt een interessant verhaal. En toen ik het vertelde, kwam het er een stuk minder goed uit dan dat het in mijn hoofd klonk. En toen werd het gewoon een soort halve pedo-speech. Dat is soms gewoon een beetje jammer. Vooral met games zoals dit, waar je niet echt je save game kan laden. Soms neem ik gewoon een aflevering op en dan, ja, is mijn save game al veranderd naar wat ik heb gehaald. En dan kan ik niet de aflevering opnieuw opnemen. En dan heb ik zoiets van, ja, dan moet het toch soort van online op YouTube. Dus dat is altijd een beetje jammer. Maar hey, laten we gewoon lekker deze game afspelen. Zijn we overal klaar mee. We gaan even lekker spelen als Crash dan. Ik heb maar 1 auto vrijgespeeld voor Crash. Ik zou me een klein beetje moeten schamen. Maar dat doen we een andere keer lekker. Ik had een redelijk interessant nieuwsartikel gelezen over oplichters. Oplichters zorgen altijd wel voor de redelijk interessante nieuwsartikelen. Dat dan weer wel. In Amerika worden nu redelijk wat oudere mensen opgelicht. Door bepaalde boetes. Dat ze zeggen van, oh, je hebt een bepaalde boete van de politie. Je moet binnen zoveel uur betalen. Anders dan ga je de bak in voor jarenlang. Hoe je kan betalen? Wat dacht je van iTunes giftcards. Ga gewoon naar de dichtbijzijnde winkel. Koop 1000 euro aan iTunes giftcards. Kras ze allemaal open. Er zit dan zo'n code op en die kun je invullen op je iTunes. En dan krijg je het geld. Kras de kaart open. We zijn met je aan de telefoon. Geef meteen de code door. En doe dat dan net zolang totdat we 40.000 eurotjes of dollartjes dan aan giftcards hebben. 1 oud vrouwtje heeft het letterlijk gedaan. $40.000 aan iTunes en Spotify giftcards. Het ding is natuurlijk, je geeft ze door via de telefoon, een of andere hacker vult meteen die code in en verkoopt ze door op de deep web of whatever voor een hele hoop geld. Dat is ongeveer hoe dat trucje werkt. Gewoon het feit dat mensen zo goed gelovig zijn dat ze denken dat de politie betalingen van een boete oké vindt in de vorm van giftcards. Ja nee, bij de politie we hebben toch wat dure uitgaven op Spotify en iTunes. Dus als je op die manier kan betalen, zou dat echt heel erg fijn zijn. Toch ja, gewoon ook vooral een beetje sneu. Dat je oudere mensen op die manier oplicht. Ja, ik denk niet dat veel oplichters nog soort van een geweten hebben. Dat ze denken, nou, een jong persoon met geld oplichten is erger dan een oud persoon met geld oplichten. Ik denk dat het allemaal gewoon één pot nat voor ze is. Maar ik persoonlijk ben niet zo van het mensen oplichten. Maar het is gewoon weer een persoonlijk dingetje natuurlijk. Fucking aliens overal. Dit is de laatste baan van de hele game. We hebben in principe al genoeg krachtjestal om de game te winnen. Maar ik denk, hey, het is wel zo leuk om nog eventjes gauw de allerlaatste baan te laten zien. De kans is groot dat ik weer tweede word. Omdat het personage recht voor de finish weer uit me gaat. Iemand zei in de reacties van de vorige aflevering, iemand, maak een compilatie van iedere keer dat Rick tweede wordt. Omdat de laatste seconde de andere personage uit hem gaat. En ik denk, ja, dit is een compilatie die ik wil zien. Je ziet mij de keer spelen. Oh, oh, kut. Nee. Oh. Iedere keer weer. Oh, het gaat goed. Oh, laat maar. Oh, nee. Oh.
Het is gewoon één grote bak teleurstelling. Dat vat deze race game redelijk goed samen. Ik heb nog geen enkele keer zelf geraced, weet je dat? Misschien moet ik dat een keer gaan doen. Oh ja, precies op dat moment dat ik het voorstel. Hoe wisselen we? Er is een toets waarmee we van plek kunnen wisselen, toch? En nu gaan we weer uit elkaar. Er is een toets waarmee ik kan sturen, zeg maar. We kunnen ook gewoon zelf gaan rijden. Dat is helemaal niet interessant. Ik vind het ook gewoon leuker om de kanonnen te bemannen. Want dan word ik eerste. Meestal. Als ze niet op het laatste moment uit me gaan. Ik weet eigenlijk totaal niet met welke knop je kan wisselen. Het is wel een beetje nadelig. Ik blijf gewoon zo rijden. En als iemand een keer in me wil, dan merk ik het vanzelf wel. Hartstikke mooi. En een groot feest. Trouwens, ik zit opeens te denken. Bestaan er Spotify giftcards? Ja, voor mij bestaan die wel. Ik heb ooit een keer in de supermarkt een supergoede troll gedaan. Wat eigenlijk gewoon heel lullig was. Is dan was ik met een vriendje en dan gingen we allebei gewoon, weet ik veel, dan skeren bruggertijden, weet je wel. Dan ga je naar de supermarkt en dan wat wil je hebben. Ik reken af. 1 blikje energy drink. En dan een balkje ertussen. 1 blikje energy drink. Boom, 1 blikje energy drink. Vandaag de dag heb ik het geduld daar niet voor. Dan wordt het gewoon, yo, ik koop al 3 blikjes energy drink. Hier vrienden, ik betaal 30 cent voor jullie. Of jullie betalen 30 cent voor mij. Hoeft niet allemaal op een weegschaal. En wat dan deden als iemand iets kocht, een bak frikandelbroodjes, dan legde ik van die prepaid kaarten eronder. Hebben ze die nog steeds bij de kassa? Geen idee. Maar vroeger had je gewoon van die prepaid kaarten er liggen. 10 euro beltegoed kon je aan de kassa kopen. Of het staat nu net iets voor de kassa. Maar als ze ook de iTunes, de Spotify en de whatever giftcards hebben liggen. Dus dan legde ik zo'n giftcard ding onder hun boodschappen. Dan tikte de cashier die giftcard af. En dan was het zo van, hey, je frikandelbroodje en blikje energy drink. Dat is dan 22 euro. Huh? Huh? Maar waar komt opeens al dat extra geld vandaan? Ik zei, hey, it was me. En zei ze vaak, ja, ik heb de kaart nu al afgetikt en problemen. En ik kan dezelfde kaart hier nog een keer aftikken en bla bla bla. Nu moet je betalen. Heel veel gezeik. Ik haal de manager erbij. De grap was één keer leuk. Toen bleek het toch niet zo heel handig te zijn. Toen maar weer mee gestopt. Tja. Ik wil oprecht gewoon even dat iemand weer in me komt chillen. Op de niet rare seksuele manier. Het wordt gewoon een beetje eenzaam zo. Ik ben gewoon in mijn eentje aan de top aan het rijden. Zeg maar, deze race game was al niet heel interessant. Mario Kart is qua racen een stuk leuker om naar te kijken. Maar oeh ja, dit is wel heel saai. Gewoon rondjes rijden. Ik snap ook echt niet dat mensen zo kunnen genieten van games zoals van die Formule 1 races. Ik ben even de namen van die games kwijt. Ik heb hier ook een aantal liggen voor de PlayStation. Gewoon dat je de Formule 1-achtige games doet. Of Need for Speed heeft een beetje hetzelfde, maar bij die Formule 1 games, Need for Speed heeft nog afsnijroutes en gekke dingen die je kan breken en turbo boost. En bij die Formule 1 games ben je alleen maar bezig met gewoon iedere bocht zo goed mogelijk pakken en niet in de grimbak belanden. Ik vind dat soort race games echt totaal niet interessant. Ik wil toch een beetje actie, gekke voorwerpen, turbo's, sterretjes, banaantjes. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon aan mij liggen natuurlijk. Natuurlijk. Dus kom maar op, jongeman. Probeer me maar te raken als jullie durven. Ik sta oprecht echt. Meestal als ik zeg maar in iemand zit en we gooien dingen naar achter, heb ik de hele tijd problemen van mensen die me proberen in te halen en zo. Ik heb er nu gewoon echt helemaal geen last van. Ik blijf gewoon lekker eerst. Ik gooi af en toe wat spullen achterover en het werkt gewoon echt prima. Oh kijk, en als iemand je dan in probeert te halen, dan voeg je gewoon samen. Dat is denk ik prima. We zijn echt bijna bij de finish. Dus ik hoop dat hij niet uit me gaat. Anders hebben we weer een nieuw filmpje voor de compilatie van Rick die boos wordt. Waar is de finish eigenlijk? Oh, daar zijn we nog niet helemaal. We moeten eerst weer eventjes door deze teleporter heen. Much future, very very nice. Oké dan. Gezellig. Ik kan nog even proberen op iets te schieten. Dan krijgen we een of andere turbo mega boost. Altijd fijn. Dan kan ik gewoon een piano achteruit gooien. Never gets old. Behalve altijd. Ik moet zeggen, ik ben stiekem wel een klein beetje blij dat deze serie af is. Heb ik het naar mijn zin gehad? Ja. Ik zat net bij mijn save games te kijken. Mijn save games van deze serie staan naast mijn save games van 2008. Toen ik deze game nog daadwerkelijk speelde en zo. Wel geinig om te zien. Hij is gewoon niet uit me gegaan. Dankjewel. Voelt goed. Teamwork en zo. Woehee! Oké dan. Nice. Deze race gewonnen. Klein applausje voor jezelf en iedereen om je heen. Prachtig. Dan gaan we nu de game eindelijk uitspelen. Overwinning. Glorie. Genieten. Al die dingen tegelijk. Een klein beetje. Oké. Als de game even wil laden, zou dat een bonus dingetje zijn. Oké dan, Crash. Ben je klaar om deze game uit te spelen? Nee, Rick. Het is te gevaarlijk. Hij is niet. Oh, het is wel te gevaarlijk. Ze zeggen nee, joh, het is helemaal niet te gevaarlijk. En op dat moment ging ik dood. Yup, can burn. Het is gewoon deze kant op. Gewoon lekker deze kant op. En dan eventjes hierheen. Dat kost 20 krachtgestallen, weet je het zeker? Yes. Oké dan. Weet je nog wat er aan de hand was? Deze gast ging vluchten in een raket met dat zwarte krachtgestal. We gaan hem tegenhouden. Oh.
helemaal van padje af, die gast. Oké, laat Willy niet ontsnappen. Trek aan de hendel om de raket te stoppen. Wow, super mega gameplay hier. Wauw, extreem. Dat was een boss fight van Neo. Ja, wat doe je dan? Kom op, laat me nou niet zitten. Hey, grapjas. Bij zijn neus. Oké, jij rotte peer. Geef hier dat zwarte krachtkristal. Hey, wie noem jij hier verrot? Nou, jou. Het is Neo Cortex. Oh man, die vervloekte Bandicoot heeft mijn band verknald om deze amusementfabriek te gebruiken als ideale dekmantel. Ja, meester. Engine helemaal lijp. Stop met lol maken. Vernietig ze. Dat is een goed kanon. Yes, Crunch, red ons. Je ziet hoe erg ik emotioneel geïnvesteerd ben in deze cutscene. En dit is wel grappig. Ik haat kippen. Ik haat kippen. Mooie laatste woorden. Ik vind kippen anders best wel lekker. We houden het weer van gezien. Bling. En de buit is voor de winnaar. Gefeliciteerd, Bandicoots. Dank u, meneer Kippenmans. Dit is allemaal gaaf of zo, maar we willen het park teruggeven aan zijn rechtmatige eigenaar, aan Ebenezer von Klutsch. Dat is hartstikke aardig van je, hoor. Maar ik denk niet dat hij er iets aan heeft. Nu zijn zwarte krachtkristal weg is, zal die oude Ebenezer snel vertrekken naar de slaapplaats in de hemel. Riep! Oh. Very sad. Crunch huilen. Wow, het krachtkristal zat in de slurf. What? 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 Ach, du liebe. Ik voel mij wonderbaar. Ja. Prachtige muziek. Crash, mijn jongen. En allemaal dankzij jou. Dankeschön. Weet je wat? Levenslang gratis toegang voor alle Bandicoots, ja? Hip hip, hoera! Hip hip! Hoera! Hip hip! Dat was de game. Je vraagt je nu vast af. What? En daarop wil ik zeggen. Ik heb ook geen idee. Dit was een goede serie. Ik heb hem afgemaakt. Trots op mezelf. Trots op de mensen die daadwerkelijk de hele serie hebben gekeken. Jullie zijn strijders. Waarschijnlijk krijg je nu iets van aftiteling of zo. Nee. Je hebt gewonnen. Blijf spelen om alles uit te spelen. Nee joh. Oh, ik dacht maar mezelf. Ja, oké. Okay. Nice. Nou, we kunnen nog verder met de game, maar waarom zouden we? Nou ja, even kijken op deze serie. Hopelijk heb je het naar je zin gehad. Ik namelijk best wel geinige game. Maar je moet het zeker niet langer dan 9 afleveringen spelen, want je verveelt je dood. Nou, even kijken in ieder geval. Oh, je bent nog wat leuks. Tot misschien binnenkort een andere Crash-serie. En dan zie ik je ergens anders weer terug op mijn YouTube-kanaal. Ergens bij een andere video of iets anders gezelligs. Nou ja, even kijken. Doei!